Sinds maart staat voor iedereen het leven op zijn kop door corona. Inmiddels zijn de maatregelen ook weer aangescherpt en raakt dat veel mensen. Een bloemetje is een klein gebaar waarmee je iemand een glimlach kan bezorgen in moeilijke tijden. Aan wie wilt u het bloemetje overhandigen? Ik wil het bloemetje overhandigen aan mijn jongste zusje. En waarom? Nou, corona kwam in het land en dat was heel lastig, want ze kon geen BHV meer geven. Dat viel allemaal weg, dus ook haar inkomsten. Toen heeft ze gedacht, ik was ooit bejaardenverzorgster. Volgens mij kan ik dat wel weer oppakken. Toen hoorden we ook dat heel veel verpleegkundigen en verzorgenden ziek werden. Toen dacht ze, nou, volgens mij kan ik dat. Nog steeds. Weet je, dat je niet gaat zitten mopperen en mokken, het kan niet. Maar bedenkt, wat kan ik wel? Dat vond ik toch zo'n goede gedachte. Als iedereen nou in mogelijkheden denkt in plaats van in moeilijkheden, nou, dan dacht ik in maart al kom je heel ver. En dat denk ik nog steeds. Vandaar dat ik dacht, nou, dat is wel een reden om een bloemetje te versturen. Hoi zus, zou je even naar buiten willen komen? Hey zus, zal ik je vertellen zus? Toen corona pas begon, ja. Toen was er een hoop gedoe en je eigenlijk nooit gedacht, wat een vervelende toestand. Je dacht, ik kan iets. Bij deze, okay. Een kanjer, een bos bloemen. Dankjewel. Ja, dus graag voor jou een verrassing. Oh, ik ben even flabbergasted. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel. En ik mag vervelend doen dat ik niet kan. Ik denk, hè, zo nou? Ja, ik had echt iets, ja. Ja, maar ik ben een beetje geëmotioneerd ervan. Ja. Ja. Lief. Ja. Ik hoorde de persconferentie van Hugo de Jonge van het piept en het kraakt in de zorg. Ik dacht, ja, als ik nu niet bel. En toen heb ik gebeld en binnen een week was ik bij Rijnwaal aangenomen. Dus, en nou, nou word ik zuster genoemd. En dat vind ik ook prima. Dat vind ik leuk. Dus dankjewel zus. Kent u iemand die ook een bloemetje verdient? Meld dan uw kanjer aan via gelderlandhelpt.nl.